Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 432. Als eerst maken we hier bij bestand een nieuwe bestand aan. En we kiezen hier voor 4500, 3000, 300. Let goed op dat hij hier dus goed staat en klik daarna op maken. We gaan daarna hier naar het half maantje en kiezen hier voor volle kleur. We voeren hier onderin B4A 3 6F en daarna klikken we hier boven op OK. We gooien deze laag in de prullenbak, die pakken we met de linker muisknop en die slepen we hier naar de prullenbak toe. En ook deze pakken we vast. En we slepen deze hier naar de prullenbak. We zeggen dan hier verwijderen. We klikken met de linker muisknop dubbel op deze tekst. En we zetten hier neer BG van background. We maken dan hier weer een nieuwe laag aan door op deze icoontje te klikken. En deze gaan we de naam geven image. We maken hier een convert to a smart object. Dus we klikken hier met de rechter muisknop op en dan zeggen we hier omzetten in een slim object. En dan zie je dus hier dat kleine vierkantje tevoorschijn komen. Dan weer met de rechter muisknop klikken we op deze venster en dan kiezen we hier voor inhoud bewerken. We gaan dan naar de eerste foto. We doen dan Ctrl A, Ctrl X. Deze foto halen we weg, die hebben we niet meer nodig. En daarna doen we Ctrl V, Ctrl T, Alt inhouden. En dan rechtsonder in de hoek gaan we hem dus slepen. Dan zie je dus twee pijltjes schuin tegen elkaar. Als je dat hebt, dan is het goed. En dan kun je hem zo naar buiten slepen. Dan wordt hij van alle kanten wordt hij naar buiten getrokken. En daarna klikken we Enter. We klikken dan hier op het pijltje en dan vraagt hij of je hem op wil slaan en dan zeg je ja. We gaan hierboven dan naar Image. We gaan dan naar Aanpassingen en dan pakken we hier Kleur, Toon en Verzadiging. En we trekken deze helemaal naar links toe en klikken daarna hier op OK. Dit witte gedeelte klikken we aan en we slepen deze naar de prullenbak. We gaan hierboven gaan we dan naar filter, verscherpen, slim verscherpen. En je zorgt dat dit klopt, 120, 4,0, 0. En daarna klik je hier op OK. Oh ja, vergeet niet Gaussiaans vervagen te kiezen. En als we dan inzoomen, zie je dus deze puntjes. We klikken dan hier op dit pijltje. En we maken dan een mask aan door hierop te klikken. We pakken dan de eerste foto. We doen dan Ctrl A, Ctrl X. We halen deze weg, die hebben we niet nodig. En we klikken met Alt inhoudend op dit witte gedeelte. En daarna doen we Ctrl V, Ctrl T. We houden Alt in en we trekken hem naar buiten. En daarna klikken we op Enter. Daarna klikken we één keer op deze met de linker muisknop. En daarna weer terug naar deze. We openen dan de tweede foto. Ctrl A, Ctrl X. Deze halen we weg. Die hebben we niet nodig. En dan doen we Ctrl V, Ctrl T, Alt inhouden. En we trekken hem naar buiten toe. Enter. We gaan daarna hierboven naar normaal. We klikken het pijltje aan en we zeggen dan bedekken. En we zetten de 100% op 85. We openen dan de volgende foto. Ctrl A, Ctrl X. Deze halen we weg, hebben we niet meer nodig. En dan doen we weer Ctrl V, Ctrl T, Alt inhouden. En we trekken hem weer naar buiten toe en klikken daarna op Enter.
Ook hier kiezen we voor overlay, dus we klikken normaal aan. En overlay is dus bedekken. En we maken daar 60% van. We pakken dan weer de volgende foto. Ctrl A, Ctrl X. Deze halen we weg, hebben we niet meer nodig. En dan doen we Ctrl V, Ctrl T, Alt inhouden en eroverheen trekken. Enter. We gaan hier weer naar normaal. En dan kiezen we hier voor, even kijken, lichter. We maken van die 100% maken we 50 van. We openen dan weer de volgende foto. Doen Ctrl A, Ctrl X. Deze halen we weg, hebben we niet nodig. Ctrl V, Ctrl T, Alt inhouden, naar buiten trekken en dan Enter. We gaan dan hierboven weer naar normaal en we pakken hier onder lichter bleken. En dan maken we er 70% van bij die 100. We houden dan Shift in en we gaan dan deze laag selecteren. En we slepen dit allemaal hier naartoe en dan maken we een groep aan. We klikken hier dubbel op met onze linker muisknop en dan maken we hiervan textures. Dan gaan we hier naar het half maantje en dan pakken we hier niveaus. We maken hier boven 0,72 van. Beneden maken we 24 van. En hier maken we 32 van. En daarna gaan we weer terug naar lagen. We pakken dan deze en die slepen we naar de prullenbak. Dan kiezen we voor verwijderen. We gaan dan hier weer naar het half maantje. En dan kies je voor kleurtoon en verzadiging. We gaan deze naar min 65 doen. En daarna gaan we hier weer naar lagen. En ook deze slepen we naar de prullenbak. Dan gaan we hier weer naar het half maantje. En dan kiezen we hier voor kleur opzoeken. We klikken hier de bovenste aan. En dan kiezen we voor deze. We gaan weer terug naar lagen en gaan we dus weer naar de prullenbak slepen, verwijderen. Dan zetten we deze hierboven op 16%. We gaan daarna weer terug hier naar het half maantje en dan gaan we weer voor de kleur opzoeken. En dan klik ik deze weer aan en dan kies ik voor deze. Ik ga dan weer terug naar lagen. Deze slip ik naar de prullenbak. En we gaan dit op 70 zetten. We houden daarna Shift in. We klikken op deze laag. En we slepen dit hier weer naar deze map toe. En dan heb je hier weer een andere groep van gemaakt. Ik klik hier dubbel op. En dan klik ik op Enter. Je zou nog kunnen kiezen om de kleur te kunnen aanpassen door hier op te klikken, dubbel. En dan kun je hier nog bepalen welke kleur je als achtergrond wil hebben. En je ziet dus dat je dan hier nog kan spelen met de achtergrond. Maar ik vind persoonlijk dit wel heel mooi, dus ik laat hem zo. En dan kun je daarna op OK klikken. Dit is het einde van, van de les. Je kan nog alles samenvoegen door boven zeg maar de laag aan te klikken door Shift in te houden en dan Ctrl Eduard en dan is de foto klaar. Het was weer een leuke les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hi hi.